Nou, welkom in de keuken. Ik maak nu een filmpje lekker eten met André. Wat hebben we nog nodig? 300 gram kipfiletblokjes of kipfiletreepjes. Wat hebben we nog meer nodig? 400 gram bloemkoolrijst. Wat gaan we nog meer pakken? 400 gram roerbakgroente champignons. Dat vind ik persoonlijk genomen de lekkerste. Wat hebben we nog meer nodig? 2 pakjes satésaus. We pakken nog zoetstof. Een paplepel. We pakken nog een klein beetje ketchup mayonnaise. Olijfolie voor een koekenpan dat je alles gaat aanbakken. We hebben een koekenpan van 28 cm doorsnee. Nou, volgens mij was het dat wat we nou op dit moment nodig hebben. Dus we gaan starten. Ik ga beginnen met de satésaus. Wat heb ik nodig voor de satésaus groot te maken? Een klein pannetje. Ik spoel het altijd even uit met water. En niet te vergeten een maatbeker. Want we moeten het water of het vloeistof afmeten hoeveel dat we nodig hebben. Ik doe een klein scheutje ketchup mayonnaise erin. Een klein scheutje maar. De paplepel, daar doe ik een beetje zoetstof op, niet dat het gaat overlopen, maar lekker royaal zoetstof. Moet niet gaan knoeien door mij, die doe ik ook in een maatbeker. Ik pak water, ik pak het liefst zo weg mogelijk water uit de kraan. Want dan kan ik de satésaus makkelijker bij klaar maken. Ik heb 300 ml vloeistof nodig. Dat kiep ik zo in het pannetje. Nou, de zakjes satésaus die gooi ik bij de vloeistof erbij die ik net heb gemaakt. 300 ml. Nadat ik ermee bezig ben, zal het een klein beetje gaan klonteren. En die klonteren trekken straks geheel weg. Het pannetje zet ik op het vuur. Ik pak de kleinste gaspit. Kan ook elektrisch, kan ook wat anders zien. En dan ga ik het pannetje op het vuur zetten.
En ik blijf zo lang horen. En ik kijk dat die klant als dat die mij vliegt. En even klein maakt. Ik daar zie een klant als die ik hier heb. En die ga ik klein maken. Want er zit natuurlijk pulver in. En als de citroen zoals een beetje borrelt en aan de kook is, dan haal ik de citroensaus van het vuur, van de vlam. Want de citroensaus die hebben we straks nodig. Dan ga ik aan het kipblokjes beginnen, in de 300 gram kipblokjes. Daar heb ik een grotere vuur bij nodig, het is een grote koekenpan. Ik pak wat olijfolie. Ik heb kipblokjes erbij. En dan ga ik kijken dat de kipblokjes gaar zien. Ik moet merken dat die nou gaar zien. Als ik met een bottelepel het kipblokje zo kan doorprikken, dat hij helemaal wit is van binnen, dan lust ik de kip ook heel makkelijk doorprikken en kleiner maken. Als te grote stukken bij zien en die zien er altijd alles wat bij, dan is de kip gaar en dan ga ik met de rest verder. Het vuur ben ik iets kleiner, anders spat het iets te hard. Ik ga het proberen zo aan te pakken dat ik zo min mogelijk gespat naar de keuken toe krijg, alles van mijn jaar te houden. Kijk of ze doorzien. En als ik met de bottelepeling kan prikken, dan is de kip lekker gaar. Dan doe ik die meerdere stukjes, omdat het van nooit weg op het vuur stiert. En gezien dat de kip nog gaar is, ga nou de roerbakgroen erbij. En
nog wat groenten erbij. Dan liep de pan al wel wat vol, dan zal het niet meer zo gauw spatten als ik de deksel ervan afhaal. Dus ik kan de vlam een beetje hoger zetten. Voor de snelheid op te voeren. Ook dat roer ik met elkaar. En ik leg zo meteen weer lekker de deksel erop. Dat de groentes ook een beetje doorbakken weer. Leuk, best wel wat knapperig dieven. Nou, kijk dan naar de CT-saus. Die is al een tientje van de vuur af. Uit hem die roeren. Is wel af en toe nodig. Nou, kijk, kunnen we de deksel aanpakken. Langs me neerleggen. Op de aanleg. En als je het aanlegt, heb je niet het bestelling. Dan leg je ergens anders op. Dat maakt niet goed. Leg hem op de kop. Net hoe jullie dat willen. Het is nog steeds moeilijk om de deksel goed vast te blijven houden. En wat we straks met de CT zullen doen, dat zien we straks in het filmpje. Niet vergeten die roeren. Nou, dan hebben de groentes zijn wel lekker roer. En dan doe ik de CT-saus erbij. En roer ik een beetje door elkaar. En dan staat er op de verpakking van de bloemkoolrijst, die moet goed in kunt. In de saus meebakken
En dan is het gehele klaar. Nou, ik doe altijd een minuut langer. 3 minuten. Vind ik net iets lekkerder. En dan is het tenminste goed opbakken. De bloemkool zit er nabij. Ik zet de kookwekker aan. En dat duurt nu ongeveer 3 minuten. En dan kunnen we gaan eten. Zorg dat hij goed onder de satésaus komt. En blijven roeren dat het niet gaat aanbakken. En als jullie nog denken, hoe zit het ook alweer? Ik wil het ook gewoon maken. Nou, dan draait het filmpje goed en terug. En dan kunnen we er nog een keer kijken. En als je denkt van, ik doe dat niet met zoetstof, ik doe dat met suiker, ik doe dat met zout, weet ik wat eraan toevoegen. Dat is helemaal smaakafhankelijk. Ik vind het lekker als het satésaus iets zoeter smaakt. En voor het gezonde pak ik dan zoetstof. Maar je kunt ook andere dingen pakken, wat je zelf wilt. Oh ja, even over de bloemkoolrijst gezegd. Ik pak geen bloemkoolrijst uit een diepvries. Dat vind ik niet zo lekker. Ik pak ze eerst uit de koeling. Iedere supermarkt heeft bloemkoolrijst in de koeling. Tenminste, nagenoeg iedere supermarkt. En misschien ook tegenwoordig met dit filmpje op YouTube zetten. Hebben meerdere mensen bloemkoolrijst in de supermarkt. Of kregen meerdere supermarkten bloemkoolrijst. Ik heb een insectje zien, ik heb een bekje zien. Maar geen bloemkoolrijst hoeft in die proces niet lekker. Smakelijk eten.